extra speciaal voor deze avond iemand terug laten komen. Dan blij dat ik dat gedaan heb. Dat gaan jullie zo merken. Sinterklaas! Ja! Daar zit hij. Heeft jij het kabinet meegenomen naar Spanje? Nou, dat kan toch niet? Ach, ze zijn in stand geweest hoor. Zelfs het VR-verdrag ging niet door. PGD's kwamen niet rond, de zorg werd heel ongezond. Urine langs de benen, Van Rijn een schop tegen zijn schenen. Iedereen moest aan de keukentafel. Alle ellende van je handicaps of ziekte moest je weer naar boven raken. Niet om bij de tijd te blijven, maar om noodgedwongen terug te schakelen. En genoten we bescherming? Nee, we bevinden ons gewoonweg niet in de koers van deze regering. Vergeet artikel 1, participatiewet, was onderwijs of WMO. Vergeet je rechten, zet hem op. Ho, ho, ho. Eigen recht op de tocht, zelfredzaamheid verkocht. Betaal je je al blauw, betaal je eigen risico, krijg je ook nog eens je eigen bijdrage alsof het allemaal maar niets is. Je netwerk wordt gezien als compensatie. En integrale toegankelijkheid is nog steeds een integratie. Er wordt gebouwd alsof van ieder de norm is. Er wordt gespeeld, maar niet elk kindje legt verbindenis. Nog steeds wordt gepraat alsof je er niet bij bent. Nog steeds hebben ze het openbaar vervoer niet op gehandicapten afgestemd. Wil je naar de wc, moet je eerst door het comité. Hoop maar dat je zorg op tijd is. Anders verkeer je weer eens in voorlopige hechtenis. Waarom zijn niet alle kassa's geschikt waarop de rolstoelen kan betalen, zodat ook zij als ieder ander hun boodschappen kunnen halen? Sinterklaas! Ja! We hebben allemaal ons hoog gevestigd op het ratificeren van het VN-verdrag. Nederland heeft het nog niet tot wet gemaakt. Telkens weer, 10 jaar lang, wordt de behandeling gestaakt. Ja, Sint, ik weet het wel. Dit kabinet meenemen naar Spanje, dat helpt niet. We hebben een wet nodig, zodat het een beetje opschiet. Zodat iedereen zijn rol gaat snappen. Zodat iedereen aangespoord wordt om inclusie te behappen. Zodat ze niet over ons praten, maar met ons. Zodat we door één deur kunnen, zonder gevroren, zodat integrale toegankelijkheid de norm wordt, zelfs in een buurthuis waar het vaak schort. Zodat de zorg zonder gebrom terechtkomt bij wie het toekomt. Zodat het college van de mensenrechten procedures kan beslechten. In onze strijd voor gelijkwaardigheid met nadruk op waardigheid. Voor Zuidoost heb ik daar het volgende op bedacht. PGSO bid met hip, hip bid met kit, kit bid met zit. Zit bid met PGSO. Bid betekent bevorder integrale toegankelijkheid. Dus, platform gehandicapten Zuidoost bevorderen integrale toegankelijkheid met handicap importing cursus. Dat wil ik geen niet afmaken. Dus, heb je plannen? Bid eer gij begint. Ga je ontwerpen? Bid eer gij begint. Ga je organiseren? Bid eer gij begint. Ga je ondernemen? Bid eer gij begint. Ga je onderwijzen? Bid eer gij begint. Sinterklaas! Ja, ik weet het. Ik bid eer ik begin.